Op maandag 23 april is het Wereldboekendag. In Sint-Niklaas staat dit evenement traditiegetrouw synoniem voor het literaire festival Archipel. 6 dagen lang kunnen boekenliefhebbers hun hart ophalen op diverse locaties in de stadskern. Sint-Niklaas is uiteraard bekend als ballonstad, maar er zijn ook ontzettend belangrijke dichters geweest in Sint-Niklaas. Anton van Wilderode, Paul Snoek. En Paul Snoek is de man die zijn naam gegeven heeft aan het festival. Archipel is de naam van zijn eerste dichtbundel. En elk jaar, eind april, gebeurt er op verschillende plekken in de stad, in de BIP, in de foyer, in de Stadsschouwburg, in de verschillende boekhandels, een heleboel festiviteiten eigenlijk voor mensen die van literatuur houden. Ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen, eenvoud verlichte waters, de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Een van de hoogtepunten dit jaar, denk ik, wordt zeker de voorstelling van de langverwachte biografie van Lutjebert, een van onze bekendste dichters. Wim Azeu heeft die geschreven en ik mag op uitnodiging van de bibliotheek een paar gedichten voorlezen van Lutjebert. Er komt ook een jazzorkest, dus het wordt echt weer feest voor mensen die van literatuur en muziek houden. Er valt uiteraard nog veel meer te beleven. Hè. Sowieso op zondagmorgen, de poëzie op zondagmorgen, is een hommage aan Klaus. Chris Lomme komt de gedichten voorlezen. De Engelenstem van Kimberly Dont gaat dan zingen. Peter Holvoet Hansen komt nog voor de laatste keer zijn Houdini brengen. Dwangbuis van Houdini. Nu, het is eigenlijk een feest voor wie van literatuur houdt. Hè. Je ziet dan ook altijd bekende mensen, heel de stad loopt van de ene boekhandel naar het andere plekje. Op zoek naar, ja, in plaats van bazijtjes, naar mooie opvoeringen en mooie lezingen en fantastisch ontroerde moment. Het literair festival Archipel gaat door van 19 tot en met 24 april. Voor meer info over het programma, surf naar de website van de BIP of het Cultuurcentrum.